Hallo, wij zijn Peter Chevalier aan het woord en Isabel Ruiz Almeida Chevalier, mijn schoondochter, aan de camera. Het gaat nu over de veiligheid en de bediening van de Chaumelin 102 VM draaibank. Persoonlijke veiligheid blijft voorop staan, zoals je ziet aan mijn kleindochter Sophie van 14 aan de bank met opgestoken haar, goed bedekkende kleding en een veiligheidsbril. Dit is de Chaumelin 102 VM. Het ontwerp is van ongeveer 1930 en deze machine is zo'n 60 of 70 jaar oud. De machine op de club is iets ouder, ook rond de 70 denk ik, maar is in iets betere staat. Dit is de kop met de klauwplaat. Dit is het hele sledenstel. Dit is de losse kop. Hier heb je allemaal bedieningsorganen. Je schakelt hem met een kniebediening. Je hebt hier een hefboom voor snelhedenkeuze. En je hebt hier een hefboom waarmee je de riem kunt omleggen. Dus dit is hem. Toen deze machine gebouwd werd, wil het verhaal dat hij evenveel kostte als een kleine vrijstaande woning. Ik weet niet of dat waar was, maar hij is na 60, 70 jaar nog steeds buitengewoon nauwkeurig. De reden dat een draaibank veel gevaarlijker is dan een boormachine of een freesmachine, is omdat hier niet een klein boortje of een freesje draait, maar het hele werkstuk draait en dat zit in een klauwplaat, vaak. En die klauwplaat heeft uitstekende klauwen en dat draait dan geweldig hard rond. Dus, en je zit hier met je handen. Dus dat is de reden dat het gevaarlijk is. Deze Chaumelin die heet 102 VM. 102 staat voor de centerhoogte, die is 102 mm. En VM staat voor Femère, oftewel moeder vijs of moeder schroef. En dat is een massieve 40 mm diameter schroefspindel. En die ligt niet, zoals bij andere draaibanken, hier buiten. Maar die ligt midden onder het lijf van de machine. En dat is de basisgedachte. Alles zwaar, beschermd en nauwkeurig. Verreweg het meest gevaarlijke en meest voorkomende risico is dat je de sleutel van de klauwplaat erin laat zitten als je hem start. Je hebt hem altijd nodig om hem aan te stellen en je moet hem eruit halen, want anders vliegt hij alle kanten door de werkplaats. Levensgevaarlijk, wordt het meeste vergeten. Het gevaarlijkste zijn ook de klauwen die uitsteken. Hier zitten zogenaamde zachte klauwen op. Die kan je uitdraaien om heel precies een ringetje of een schijfje op te krijgen. Je hebt ook een andere set klauwen, dat zijn kleinere klauwen. Die steken iets minder ver uit. Maar als dit ronddraait, nou, dat steekt ver naar buiten. Reuze link. De vierklauw die je hier ziet, heeft ook een aantal klauwen die meestal ver naar buiten staan. En een ander ding, wat ook al een risico is, dat is deze vrije opspanplaat. Stel dat ik deze boring wil draaien, dan moet ik dit hierop monteren en dan gaat dit hele soepje ronddraaien. Nou, je begrijpt wel dat dat een enorm gedonder geeft en dit gaat zo helemaal niet. Je moet bij dit soort gevallen niet alleen zorgvuldig inspannen, maar ook zorgen dat je hier een tegengewicht hebt, zodat die balanceert. Deze machine is van de, dus bijna 100 jaar oud, ontwerp. En er zitten allemaal dingen aan die niet zo met de veiligheid rekening houden. Bijvoorbeeld, je hebt hier een knieschakelaar, waarmee je vooruit, stop, achteruit schakelt. En je hebt hier een voorkeuzeschakelaar, waarmee je laag toerental, stop, hoog toerental schakelt. En het probleem is, als je daar nou een beetje langs loopt en je beweegt een beetje raar, dan kan je zomaar die machine aanzetten. Dus
Deze schakelaar moet je altijd in de nulstand zetten. Bij de club wijst hij naar beneden. Altijd in de nulstand zetten. En deze schakelaar ook altijd in de nulstand zetten. Bij de club is trouwens deze knie vervangen door een elektrische aan-uitschakelaar. Een ding waar je bij gebruik van de klauwplaat altijd op moet letten, is dat de beitel niet in de klauwplaat loopt. Want je kunt je wel voorstellen dat als die beitel bij zo'n klauw komt en met dat hele ding draaiend met al zijn massa, dat je dan een enorme klap krijgt. En als jij dat gedaan hebt, zal de hele club zich jou nog jarenlang herinneren, ook omdat je dan de machine naar de bliksem hebt geholpen. Dus dat wil je niet. Dus wat je doet, is je brengt met de hand de beitel tot waar je wil hebben, niet te dicht bij de klauw. En dan ga je de aanslag instellen, dat moet je altijd doen. Nou komt die aanslag, daar zit een gaatje in, en dat is omdat hij over een pennetje heen moet gaan. Dat pennetje is geen vast pennetje, maar dat is een bewegend pennetje. Dus je wil dat deze aanslag niet tegen het pennetje aankomt, maar tegen het gietstuk aankomt. Nou, dus je duwt hem over het pennetje op het gietstuk, zet hem goed vast en nu kun je veilig draaien. Dat moet je altijd doen om deze dramatische klap te vermijden. Kijk, een beitel, dat is een puntje die een hele lange ronddraaiende groef doet. En daarmee maakt hij kan hij een doorlopende krul maken. Dat zie je hier. Dat zijn stalen krullen of aluminium krullen, soms messingkrullen. En die krullen, die zijn vlijmscherp. En als je te veel krullen verzamelt onder de klauwplaat, dan kunnen ze in de klauwplaat komen en dan gaat het als een grote bos vlijmscherpe rotzooi rondzwaaien. Dus wat je moet doen, is je moet regelmatig die krullen weghalen. En dat doe je niet met je handen, want dan kan je je snijden. Maar je maakt een eenvoudig krullentrekkertje, of van een stukje ijzerdraad, of van een oud schroevendraaiertje. En daarmee doe je de krullen uit de buurt. En als je er handig in bent, kan je dat draaiend doen. Maar als het een beetje lastig ziet, dan zet je de machine even stop en dan haal je de krullen weg. Heel regelmatig doen, zodat je niet een grote, een stukje veiligheid voor de machine. Hier op de speelneus zit een hele nauwkeurige schroefdraad. En als je daar geen klauwplaat op hebt, dan wil je die beschermd hebben. En dat beschermen doe je met deze schroefbeschermingsmoer. Die schroef je erop. Maar je moet wel altijd even kijken dat hij heel erg schoon is. De buitenschroefdraad, gewoon met een rolletje keukenpapier. Kijk, dat hou je even mooi schoon. Nagelid groefje, huppakee, 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 schoon. En de binnenschroefdraad, dat doe je met zo. Dit is een eenvoudig dingetje, dat is gebogen van verenstaal. En twee scherpe puntjes aangeslepen. En daar kan je de binnenschroefdraad heel mooi mee schoonmaken door hem zo rond te draaien. En als je dat gedaan hebt, dan kan je hem er opschroeven. Dat moet je altijd doen. Want dit is een van de nauwkeurige dingen van de bank. En bovendien moet je deze binnenkolens, waar straks de spantangen opkomen, ook zoveel mogelijk tegen vuil beschermen. En ik doe dat heel simpel met een opgedraaid propje keukenpapier. En dat is verstandig om dat te doen, want zo hou je het zuiver. Dit is de losse kop en daarin heb je een center of je hebt daarin een boordje of zo. En iets wat je wil voorkomen is dat je hier bezig bent inrichten en dat je per ongeluk met je hand bam in het punt van die center komt. Dat is een paar keer overkomen en dat geeft hier een hele gemene wond. Dus wat je altijd doet, of je haalt het center eruit en als je hem nodig hebt, dan schuif je hem opzij, helemaal naar achter, als je hier aan het werk bent. Dat doe je ook met een boordje. Dus nooit als je hier aan het werk bent om in te spannen,
die punt lekker dicht bij je kwetsbare hand houden. Ja, een ander ding voor de veiligheid van de machine is dat je de gereedschappen, zeg een spantang en een schuitje met een bijvel erin, na het gebruik, voor het opbergen, schoonmaakt. Ik doe dat met een luchtdrukspuit in zo'n bak. Maak je even. En je maakt het schuitje met de bijtelhouder maak je ook schoon. Zo. Op de club hebben we vlak bij de ingang naar het houthok ook luchtdruk staan. En we hebben ook zo'n ton staan. En je moet dus in de ton schoonmaken, anders spuit je de rommel door de hele werkplaats. Bijzonder punt, ga nooit je handen even schoon spuiten met luchtdruk. Want als je een wondje hebt, dan spuit je vuiligheid in het wondje. En als je heel erg pech hebt, komt de lucht onder het wondje en dan blaas je je huid op en dan krijg je een grote blaar vol rotzooi. Dus nooit op je blote huid spuiten, zeker niet als je wat hebt. Je moet ook niet die luchtdruk gebruiken om de machine even snel schoon te maken. Daarom staat op de club de luchtdruk ook zo ver mogelijk van de machines af. Wat er namelijk gebeurt, is dat je met die luchtdruk allerlei heel erg fijn gruis en stof tussen de nauwkeurige geleidingen spuit. Nou, en dan wil je wel heel snel slijten. Dus, luchtdruk gebruiken om spullen schoon te maken in deze spuitbak en nergens anders voor. Dit was het wat veiligheid betreft.